En zo begon Afonso Alves lijkt weinig invloed te hebben op het aanvalsspel van Heerenveen. De Vriezen scoorden in de laatste twee duels maar liefst 10 goals. En 4 daarvan werden gemaakt door Gerald Sibon. San Martian. Wel gedaan door San Martian, goed verdedigd ook. Rommelig en uiteindelijk Utrecht er met de bal vandoor. Dit is George. Nelissen is helemaal vrij. George ziet het laat en dan alsnog de kans voor Nelissen. En de goal gelijk voor Utrecht. Prachtig gespeeld door Nelissen die de bal lift over de vallende van de bussen. Het leek er lang op dat George de sprintende Nelissen niet zou zien. Maar uiteindelijk weet hij de bal toch bij de clubtopscorer te krijgen. En Nelissen rond het prima af. 1-0 Utrecht al in de tweede minuut. Zuiverloon. Nog altijd Johnny Zuiverloon. Opgejaagd door San Martian. Berends. Kansloze poging van Roorda. En dan heeft Haverkort iets gezien wat helemaal niemand heeft gezien in het stadion. Namelijk dat die bal nog beroerd is. Levert Heerenveen een hoekschop op. En veel verbaasde gezichten bij de Utrechters. Hoekschop van Pranjic. Indraaiend, gevaarlijk en het is gelijk. 1-1. Maar Hens. Lekmaker gaat er niet door voor Heerenveen. Gevaarlijke indraaiende hoekschop van Pranjic. En dan slaat Dinsdag naar de bal. En is het dus terecht dat die goal niet doorgaat. Berends met Pieters. Goede schouderduur van Erik Pieters. Dat is een doelklap. Nee. Er wordt een hoekschop gegeven. Dat is niet de eerste keer dat ze die waarnemingen verkeerd hebben, het arbitrale trio. Die raakt toch echt Berends de bal het laatst. Het vorige cadeautje sloeg dinsdag de bal in de goal. Wat gebeurt er nu? Pranjic richting de tweede paal. Vorm. En het is weer een goal. En weer gaat het niet door. Dat de vorm in zijn 5 meter gebied wordt aangevallen. Dinsdag is erbij. Die loopt door op vorm. Terecht de overtreding geconstateerd door Haverkort. En zonder op te kijken springt hij tegen vorm aan. Berends. Langs Pieters. Bal buitenkant voet van Berends. Prachtig Pranjic. Schot van Pranjic en een gelijkmaker. Ik hoor even en heel veel mensen met mij, maar hij schiet hem met zijn net. Iedere keer wordt Van Dijk gevonden. Goed vrijloopt. San Martian. Heeft het zeer moeilijk tegen Zuiverloon. Makkelijk weggezet. Soleimani. Ja, goede moment gegeven. Berends met de kans. Berends kiest voor Sibon. Die moet het afmaken en die schiet de bal dan over. De kans voor Heerenveen op de 1-1. Gemist door Gerald Sibon. En terecht, volkomen terecht, krijgt de Dikko nog de gele kaart. Net eerder in de aanval een charge had op Soleimani. Berends. Handig gedaan, Zuiverloon. Voorzet van Zuiverloon. Twee verdedigers zelfs van San Martian. Dinsdag. Schot van afstand van Dinsdag. Dat scheelt niet veel. Mooi gevoetbald zeg. Het is nog geen moment saai geweest in het Abelenza Stadion. Hele leuke wedstrijd tussen Heerenveen en Utrecht. Onze langzamerhand verdient de thuisploeg toch wel een gelijkmaker. Twee wissels aan het begin van de tweede helft bij Heerenveen. Matusiak en Prager in de ploeg voor Sibon en Geert Arend Roorda. Matusiak. Matusiak met de kans en de regen van Roorda. Dat moet het nou zijn, het is hem. 1-1 door Bradley. Van de nieuwe spits Matusiak daarvan profiteert. Michael Bradley komt naar rust. De gelijkmaker voor Heerenveen. Dat in de eerste helft een aantal kansen heeft laten liggen. En nu doeltreffend is via Bradley. Voorspel Matusiak gebruikt zijn lichaam goed. Hij staat nog op een vorm. Amerikaan Bradley is dan zelfverzekerd. En ramt de bal in de bovenhoek. 1-1. Matusiak. Een ziek sterke spits die ook over de nodige snelheid beschikt. En een goed startpaar zorgt Berends. Soleimani kiest positie. En voor met ingaat Bradley opnieuw met de rebound. En weer voor hem. Reflex van de Utrecht-doelman. Die daarbij even geblesseerd raakt. Nog een keer die botsing. En Bradley komt met zijn knie tegen de knie van voor. Dat is pijnlijk.
Gelukje voor Utrecht. Michel Vorm kan toch verder. Rossini. Duel met Prager. Gewonnen door Prager. Veel ruimte voor Berens. Prager ziet het. Voor de goal zijn Matusiak en Soleimani. Hens is de claim dan van Berens. Dat zou de kan dan moeten zijn. En dan is de vraag, kan hij er iets aan doen? Van dichtbij tegen de hand geschoten van de Dikko. Maar echt langs zijn lichaam heeft hij dat niet. Het spel gaat door met de volgende mogelijkheid voor Japan. Geen moment rust in deze wedstrijd. Vorm heeft het geprobeerd, maar het gaat niet meer. Hij wordt vervangen door Frank Grandel. De Franse doelman die uitgerekend deze week aankondigde. Graag te willen verkassen in de winterstop. Dat er zo weinig van spelen toekomt bij Utrecht. Pieters dit keer sterker dan Berens. Goed gevoetbald door Keller, meegeven aan Broersen. Utrecht heeft drie man mee, waaronder Rossini. Prachtige crosspaas van Broersen. Rossini met de kans. De mogelijkheid voor Utrecht op 2-1. Een hooglach nu van het Friese publiek, omdat het Utrechtse publiek dacht dat hij erin zat. Rossini. Duel met Zuiverloon, gewonnen door Rossini. George is zo snel langs Bart Nielsen. Bij de tweede paal staat KDW helemaal vrij. Nee, dus is er ook vrij. En die krijgt een enorme kans op 2-1. Het is een klein wonder dat het hier in het Abelenska Stadion nog altijd slechts 1-1 staat. De lange bal op Rossini. Rossini staat aan buitenspel. En dus gaat dit niet door voor Utrecht. Het was hoogst twijfelachtig of Rossini vertrekt uit de buitenspelpositie. Ja, zegt u maar, we kunnen het niet constateren. Dus moeten we op afgaan op de assistent scheidsrechter. Kaluwe. Kaluwe wacht op steun. Kaluwe en George met de schietkans hard geschoten, zegt Van de Bussen met de redding. Dan nog een keer en Nedersen, toch 2-1 Utrecht. Weer Robin Nedersen, helemaal opgeleefd onder Willem van Hanegem met zijn vierde van het seizoen. In de wedstrijd vol met kansen is het uiteindelijk dan Nedersen die 7 minuten voor tijd Utrecht aan de voorsprong helpt. Vanaf de allereerste minuut spelen beide ploegen vol op de winst. Er zijn vele kansen geweest. Uiteindelijk weten Nelissen deze dan kort voor tijd te benutten. En leidt Utrecht met de 2-1. Breuer. En nu moet Heerenveen weer vol risico spelen. De laatste minuut, een goede bal van Breuer. Soleimani 2-2. Het is verdiend. Deze wedstrijd verdient eigenlijk geen winnaar. Fantastische partij tussen Heerenveen en Utrecht. In de slotfase komen er ook de goals. Een minuut geleden Nelissen. En nu de gelijkmaker van Soleimani. Als je denkt dat hij er niet meer bij kan, toch nog met de teen binnengeprikt. 2-2. Pranjic weer met zo'n strakke indraaiende vrije trap. De tweede paal, Grandel niet en die bal valt ook voor de voeten. Van de Bradley nog altijd niet weg en weer de lamp. Het is onbestelbaar en Grandel, hij mag er niet in. Er mag geen winnaar komen blijkbaar bij deze editie van de Heerenveen tegen Utrecht. Geweldige scrimmage voor de goal van Grandel. Twee keer de lat en uiteindelijk de man uit de Guadeloupe die bal Pardoes in zijn handen krijgt. Het zou echt sneu zijn. Dat gevoel hou je over na deze wedstrijd als één van beide ploegen met de lege handen achter zou blijven. Maar dit fascinerende voetbalgevecht tussen Heerenveen en Utrecht. Utrecht krijgt een vrije trap. Van 35 meter, Rossini. Rossini verricht in veranderd. Het is 3-2. Het is ongelooflijk. 3-2 Utrecht nadat de Heerenveen een minuut geleden tot drie keer toe op 3-2 had kunnen komen. Van richting van de vrije schop van Rossini. Bal beroerd en dan is het 3-2. Van de Bussen kan daar helemaal niets aan doen. Zuiverloon de ongelukkige. Rossini. Het laatste plaatssignaal van Averkort heeft geklonken. Utrecht is de meest gelukkige in een prachtige wedstrijd tussen Heerenveen. En het elftal van Willem van Hanegem. Vanaf de allereerste minuut beide ploegen vol op de aanval. Legio kansen. Dat Utrecht uiteindelijk met de 3-2 wint. Met dank aan een lucky van Rossini. Utrecht pakt de
in het Amelenska Stadion. Maar een heerlijke wedstrijd. Reclame voor de Eredivisie.